En wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkes en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we ook iets moois maken. Deze ondergrond, hij staat al een tijdje in onze webshop. Maar ik was er nog niet aan toegekomen om er wat leuks mee te gaan doen. En vandaag gaan we dat doen, want hij is echt superleuk. In de herfstsfeer, maar wel heel neutraal. Dus niet echt oranje. Dus als je daar niet van houdt, dan is dit wel wat voor jou. Mooi met dadeltakken, vruchtjes en dat soort dingen. Dus heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Dit kost helemaal niets, maar dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. Ik zie dat heel veel van mijn kijkers niet geabonneerd is. Jij zorgt ervoor door te abonneren. Het is helemaal gratis, maar dat ik dit soort video's gratis kan blijven maken. Dus druk eventjes op die abonneerknop en dan gaan we nu gauw aan de slag. Bestellen. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar het complete pakket kan bestellen of ga naar www.uonlinebloemist.nl. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland, dus waar het naartoe moet, we versturen het gewoon naar je toe. Dus dat is lekker makkelijk. En heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's, deel het op Facebook of Instagram. Dan maak je elke maand kans op een leuke prijs, dus dat is natuurlijk super leuk. Goed, gaan we nu gauw beginnen. Hè? Zoals ik al zei, heb ik een hele mooie ondergrond. Het lijken wel een soort schommeltjes en dat maakt het heel erg speels. Daarin gaan we een stukje oase doen. Allereerst doe ik altijd een beetje plastic eronderin en daarin doe ik oase. Die snij ik even op maat. En dit doe ik aan beide kanten. Ik gebruik hiervoor oase rondjes, maar je kan hier ook prima gewone oase voor gebruiken. Zoals je ziet kun je de schommeltjes eraf halen en weer opdoen. Het overige plastic knip ik eraf, zodat dat niet meer zichtbaar is. Dan snij ik de zijkantjes nog even een beetje schuin. Dit werkt gewoon veel makkelijker en mooier. Allereerst zet ik dan in beide een roosje. Wat het mooiste, wel echt een mooi bloemetje in zit. En aan beide kanten Crasperia. Dan heb ik wat eucalyptus. Dit maakt het mooi grijs in het stuk, dus dat maakt het mooi fris. Je kunt eucalyptus prima een hele tak gebruiken. Let dan even op dat je deze kant eraf snijdt, dus dat je niet halverwege een keer snijdt of knipt. Dan heb ik stukjes van de dadeltak. Dit geeft altijd een heel mooi effect. En die zet ik vast. Met een krammetje aan beide kanten. En zoals je ziet krijg je dan al mooi het herfstsfeertje. Dan heb ik mooie vruchtjes. En deze zet ik even op draad. Dat doe ik als volgt. Ik doe het draadje, buig ik eromheen. En aan de andere kant maak ik hem even goed vast. En het overige ijzerdraad knip je even af. Tot hier en dan kun je hem er zo in steken. Die steek ik even aan de andere kant. Ik vind hem nu echt al prachtig. Die kleurencombinatie vind ik ook heel mooi. Dat neutrale, maar toch herfst. Dan heb ik mooie witte lisiantes. Wat echt een heel luxe stukje zo. En ik snij natuurlijk alles goed schuin aan. Dat is altijd belangrijk. De oase is natuurlijk nat gemaakt.
Mocht je dan nu nog wat oase zichtbaar hebben, maken we dat met kleine stukjes Tillandsia vol. Ik vind het sowieso mooi lijken in met de grijze kleur. Wanneer je stukjes oase opmaakt, laten we zeggen als je bloemstukjes maakt, is het echt altijd belangrijk dat je geen oase meer ziet. Dan gaan we de bloemstukjes even verbinden met elkaar. Dat doe ik door middel van berengras. En die buig ik naar de andere kant. En dan zet ik het weer vast met een krammetje. En de overige berengras knip ik af. En dat doe ik ook even aan de andere kant. Ik doe ongeveer 5 grasjes. Niet te veel, dat het wel mooi luchtig en sierlijk blijft. En dat maakt het dan helemaal mooi spannend. Dan gaan we nog eventjes wat dadeltakken aan de bovenkant en aan de onderkant van het frame doen. Want dat is het leuke aan dit frame natuurlijk. En dit kan je gewoon doen met touw. En dit kan je eigenlijk zoveel doen als je zelf wil. Je kan het aan één kant doen, je kan ook alleen de zijkanten doen. Wat jij leuk vindt. Als een soort druiventrosjes. En dit droogt er mooi in, het wordt heel mooi grijs. Het touw wat je overhoudt knip je gewoon even af. Je kan het ook aan de andere kant zo doen, maar ik vind het wel leuk om het dan aan de onderkant ook te doen. En dit kan je eventueel ook leuk gewoon zo neerleggen. En dan ook met een paar vruchtjes er nog onder. Dan heb je echt een leuk, ja, leuk sfeertje. Dit kan je ook bevestigen met touw. Maar je kan het ook zoals ik het nu heb gedaan. Gewoon zo los eronder leggen. Als je het op een vaste plek hebt liggen. Ga je er echt mee bewegen, zet je het op tafel wat af op moet, dan zou ik het gewoon wel eventjes bevestigen. Maar eigenlijk is het nou een heel mooi luxe stukje. Het is echt niet moeilijk om te maken, maar het geeft een hele luxe sfeer in zo te werken met de verbindingen en het frame. En dat toch goed tot zijn recht te laten komen, heb je gewoon een heel mooi stuk. Goed, wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Daar vind je het onder kopje cursuspakketten. Wees er snel bij, want voor dit pakket geldt op is op. Die kan ik helaas niet bijbestellen. Dus ja, wees er gewoon heel snel bij. En dan hoop ik dat jullie dit wel een leuke video vonden. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Laat even weten wat jij graag wil leren. Nu in deze herfstsfeer waar we naartoe gaan. Heb je een bepaald soort bloemstuk of... Ja, laat gewoon weten wat je graag wil leren en laat me vooral weten wat je hiervan vindt. En dan zien jullie mij de volgende keer weer.